Dag iedereen en welkom. Vandaag super exciting avontuur. Vandaag gaan we een gaming PC bouwen. Ga ik helemaal zelf doen. Ben ik een expert op het vak van bouwen van PC's? Nee. De laatste PC die ik heb gebouwd was 7 jaar geleden. Dit is de tweede PC, de derde misschien, die ik bouw in mijn leven. Als zoveel, ik ben het eigenlijk kwijt. Dus goed, als ik iets verkeerd doe, ik laat het gewoon in de video, zodat jullie kunnen leren uit mijn fouten. Zodat jullie dezelfde fouten niet maken. En dat is de feiten. Dus wat we nodig hebben, zijn componenten. Goed, allereerst, niet onbelangrijk als je een PC bouwt, zijn onderdelen, PC-componenten. We hebben gekozen voor de AMD Ryzen 7 3700X. Een van de betere CPU's van AMD die je kan krijgen op dit moment. Meer dan goed genoeg voor video-editing, foto-editing, livestreaming, gamen sowieso. Dus top CPU op dat vlak. Dan hebben we een moederbord van MSI, de B450 Tomahawk Max. Qua opslag hebben we een SSD, maar geen standaard SSD. Het is namelijk een M2 NVMe SSD. Dus M2 duidt op de vormfactor, dat wil zeggen dat het zo'n klein latje is. En NVMe wil ik zeggen dat het snel is. Sneller dan een standaard SSD, dus upsie daisy. Bespaart ook weer ruimte aan je case en bekabeling. Niet onbelangrijk, want straks gaan we zien dat onze case een glazen raam heeft. En dan willen we natuurlijk dat alles er goed uitziet. Die CPU moeten we natuurlijk gaan koelen. Er zit eigenlijk een koeler bij. Maar wij hebben een andere, een betere. Een Cytomocon 5 CPU koeler met 2 ventilatoren eigenlijk. Dus dat is een push-pull configuratie, gaan we later zien. Waarbij dus de lucht naar de heatsink wordt getrokken en dan doorstroomt. Goed, dan hebben we nog wat extra opslag. Dus op deze. Deze is 2 terabyte. Hier slaan we onze games op, onze software, onze besturingssysteem. Maar we hebben ook nog een gewone ouderwetse 4 terabyte mechanische harddrive om bijvoorbeeld video's op te slaan. En zo. Dus eigenlijk bestanden die we gewoon willen stockeren. Het geheugen, het RAM-geheugen zijn de G-Skill Ripjaws V. 32 gigabyte, 2 latjes van 16. Dus meer dan genoeg voor video-editing, livestreaming, etc. De power supply is een Be Quiet Straight Power 11 van 650 watt. Dus dat we zeggen dat we ook een beetje marge hebben, want we komen niet aan 650 watt met onze huidige opstelling. Maar als we later een nieuwe grafische kaart kopen, wat de bedoeling is, dan komen we zeker wel aan 550 watt bijvoorbeeld. En dat is altijd goed om een beetje marge te hebben. Bespaar zeker niet op een PSU, op een power supply. Het is te belangrijk. Kijk altijd naar een 80 plus gold. En waarom is het belangrijk? Wel, een slechte PSU kan uw hele computer verwoesten en uw huis. Als je huis afbrandt. Oké, dan uiteindelijk de grafische kaart. Dit is een RTX 2060. Dit is een tussentijdse oplossing eigenlijk. Want eind dit jaar komen er nieuwe CPU's en nieuwe GPU's. En dan is de bedoeling om een GPU te kopen van de nieuwste generatie. Maar dit is eigenlijk een tussenoplossing. Kunnen we perfect mee gamen in 1080p, zelfs 1440p. Wat uiteindelijk wel de bedoeling is. En dan dus uiteindelijk de case. Een Be Quiet case. Hier hebben we mesh. Hier hebben we 2 LED-stroken. Deze kant is gewoon dicht. Dit is een filtertje. En het handige is, het is magnetisch, het handige is ook dat er al ventilatoren zitten ingebouwd. Dus het is glas, dus je ziet momenteel vooral mijn eigen reflectie. Maar dus hier zal je zien dat er 1 ventilator zit ingebouwd als inlaat. Bovenaan hebben we 1 ventilator als uitlaat. En dan hebben we hier nog een 2e als uitlaat. Alvorens we beginnen gaan we eerst even een outfit check doen. Want het is belangrijk om niet te veel statische elektriciteit op te bouwen in ons lichaam. In mijn lichaam, ons lichaam. Dus wat dus belangrijk is, draag geen wollen trui of zo, gewoon een katoenen t-shirt. Een jeansbroek is ideaal. Deze kousen gaan ook uit straks. Beter safe dan sorry, denk ik. Het helpt allemaal om geen statische elektriciteit te gaan opbouwen. Ook niet op het tapijt, maar gewoon op iets van vaste ondergrond. Het helpt allemaal. En als je afvraagt waarvoor het petje is, dat is omdat ik mijn bed heerlijk heb.
We gaan ook nog een extra truc toepassen, eentje die ik heb geleerd van Linus. En dat is om je, eigenlijk je voeding nu al in te zetten. Om ervoor te zorgen dat je statisch kan ontladen. Dus eigenlijk wat we gaan doen, is we gaan de power supply gaan verbinden met de stroom. Maar we gaan hem wel uitzetten. En als we dan de bovenkant van de power supply aanraken, dan worden we eigenlijk statisch ontladen. Dozen zijn moeilijk. Dus kijk eens, wat een prachtige voeding van de hoogste kwaliteit. Een modulaire voeding. Wat dus betekent dat we gewoon dezelfde kabels kunnen aansluiten. Wat handig is, want stel dat je maar één drive hebt, dus wat effectief het geval is bij ons, dan hoef je dus geen twee overtollige kabels weg te werken in een case, want die laat je gewoon in de doos. Goed, dus deze zetten we uit. Deze gaan we zo verbinden met het stopcontact. En dan kunnen we dit gewoon aanraken om ons statisch te ontladen. Dus eigenlijk telkens als we een beetje gewandeld hebben of zo, dan gaan we eens touch it. Touch it very good. Yes. En dan zijn we dus statisch ontladen. Dat kan je in feite ook doen als de PSU al in je case zit. Dan kan je gewoon de case aanraken. Goed, we gaan nu een soort van workspace maken om te werken aan ons moederbord. Dus wat we daarvoor doen is dit anti-statische zakje mag eraf. Maar eerst zorg je dat alles uit de doos is. Dus er zitten een paar beestjes in en zo. Staat de kabels voor je opslag, een I.O. plaat voor je case. Stickers, altijd leuk. Dus het was dit mini feestje die ik eigenlijk zocht. Dat is voor onze M2 SSD. En wat we gaan doen is, we gaan de doos niet wegdoen. We gaan hem gebruiken om ons moederbord op te dragen. Zodat we dus het moederbord een beetje ademruimte kunnen geven. En bovendien hebben ze ook een antistatische wegplaat. Goed, dus dat was ons moederbord. Wat we als eerste gaan doen, een van de eerste dingen, is onze CPU installeren. Dit is eigenlijk ook een van de makkelijkste dingen. Samen met de RAM, is ook super makkelijk. That's the stuff. En dus hier komt de CPU. Er zit hier een pennetje die je wat kan induwen en dan opzij kan halen. En het ding is ook, ik weet dat je nooit handreiningen leest. Ik doe het ook niet, maar voor dit is het wel belangrijk. En het is ook gewoon heel handig. Je hebt meestal ook een soort van quick start. Dus die bijvoorbeeld zegt hoe je de CPU moet gaan installeren. Dan zou je ook zien van, oké, hier zitten dingen naast. Maar deze gaan we eraf halen, want dat is voor een andere CPU-koeler. En dus eigenlijk zegt hij gewoon van dit pinnetje achteruit halen. CPU er heel voorzichtig in lijnen. En kijken dat hij goed uitlijnt. En dat gewoon terug gaan dicht doen. Oké, in feite als je heel goed kijkt, zullen we waarschijnlijk niet zien op de video. Maar hier zit er een klein driehoekje. Erin gegraveerd. En dat zegt eigenlijk hoe we onze CPU moeten gaan installeren daar. Want op onze CPU staat er ook een driehoekje. Dat we zo zien. En dan weten we dat we die twee driehoekjes met elkaar moeten uitlijnen linksboven. Dus bij de CPU is vooral heel belangrijk dat je de onderkant niet aanraakt. Dus dit is gewoon de bovenkant van de CPU. Is helemaal oké, is niet echt heel gevoelig. Maar deze pinnetjes die hier zitten, die mag je absoluut niet aanraken. Dus wees heel voorzichtig met je CPU. Het is een van de componenten waar je het meest voorzichtig mee moet zijn. Dus we hebben dus ons driehoekje hier. Dus deze moet dan linksboven. Gewoon, we gaan die gewoon heel voorzichtig hierin laten vallen. We gaan geen drukken toevoegen, we gaan niet duwen. We willen niet dat een van die pinnetjes breekt. Oké, dus ik heb gewoon de CPU erin laten vallen eigenlijk. Wat ik nu ga doen is gewoon eens kort kijken of hij goed vast zit. Ja, kan ik dus bevestigen. En dan gaan we dit terug naar beneden halen. Oké, dat was de eerste installatie. Goed gedaan en echt het belangrijkste onderdeel van uw PC. Nu, het ding is, als ons PC gewoon zo draait, dan oververhit het ding en dat het zo vrij dramatisch zijn. Dus in de doos vind je een koeler. De koelers van AMD zijn eigenlijk best wel kwalitatief de laatste tijd. Maar wij gaan toch kiezen voor een eigen CPU-koeler.
Goed, dus wij gaan deze CPU-koeler gaan installeren. We hebben dus deze dingen die al op het moederbord zaten niet nodig, dus die haal ik er nu uit. En opnieuw RTFM. Dus bijvoorbeeld in deze handleiding zie je twee verschillende installatieprocessen. Dit is voor Intel moederbord en dit is voor AMD, dus hier zie je de sockets. We hebben AM4 socket. Goed, achterop het moederbord zit eigenlijk een backplate en in de handleiding stond er dus dat we de originele backplate moeten gebruiken. Die was er wel uitgevallen daarnet, omdat we dus die dingen hadden losgeschroefd. Dus ik zorg dat deze er goed op zit. En dan gaan we dus de standoffs gaan installeren. Dat zijn een soort van schroefjes die we in de doos van de CPU koeler vinden. Dus ik zei het al, we hebben twee ventilatoren, want het is een push-pull configuratie. Goed, best wel een vrij uitgebreid kit. Dat is de backplate voor Intel moederborden, dus deze hebben we niet nodig. Hier hebben we dan de koelpasta, die gaan we straks wel nodig hebben. Oké, nee, sorry, we hebben niet deze standoff schroefjes nodig. We hebben gewoon deze plastic spacers nodig en dan gaat er daar een vijsdeur. Dus deze hebben we nodig. Dus hier de dikste kant, dat is de fijnere kant. De dikste kant zetten we op de backplate. Dus dat doen we voor alle vier. Oké, en dan moeten daar de mounting plates opkomen. We hebben de twee voor Intel, we hebben de twee voor AMD. Dus die voor Intel zijn de rechte, dus deze. Dus dat betekent dat we deze niet nodig hebben, tenzij dat je een Intel moederbord hebt. Dus deze backplate hebben we ook al niet meer nodig. Dus deze monteer gewoon op die spacer. Het is altijd een goed idee om altijd alles dat je eerst vastmaakt gewoon met de hand te doen. En dan later, als je ze gaat invijzen met een kruispatroon te werken, waarbij je dus bijvoorbeeld als je hier overal rond moet, dat je dan eerst deze een beetje aanvijst, deze, dan een beetje deze. Dus constant in een kruispatroon, zodat alle kracht goed verdeeld is. Dus wat we nu gaan doen is de koelpasta. Bijvoorbeeld als je de bijgeleverde CPU-koeler van AMD gebruikt, dan is die gewoon al meteen aanwezig op de koeler, dus dat hoef je dan niet meer zelf te doen. Maar bij deze hoef ik dus wel nog zelf te doen. Dat is niet erg, dat is net te leuk. Dus we hebben hier onze koelpasta. Oké, dus dit kapje draaien we eraf. En dat is eigenlijk de bedoeling van echt niet veel. Gewoon een soort van de grootte van een ert in het midden van de CPU te doen. En dan uiteindelijk als we de koeler er gaan opzetten, dan gaat automatisch alles verspreid over de hele CPU. Oké, dus eigenlijk gewoon dit. Meer dan genoeg. Dus kijk eens wat een kolossaal ding. Gewoon om de CPU te gaan koelen. Dus dit is 100 keer groter dan de CPU zelf. Niet te zeggen 500 keer groter. Dus dit doen we er uiteraard af. Prachtig. En we gaan een beetje met de hand het ding aanwijzen. En opnieuw. Ik ga niet eerst de ene kant volledig aanwijzen en dan pas de andere, maar ik verdeel het gewoon hier een beetje wijzen, daar een beetje wijzen. Gewoon eens bestuderen of alles er goed uitziet. Zit stevig vast. Koelpasta zit erop. Ik zie niet dat de koelpasta overloopt of zo. Wat dan me zo verbazen, want dat is niet echt te veel. Wat we nu nog moeten doen, zijn de ventilatoren hierop monteren. En voor dit doet, is het ook belangrijk om te kijken waar de ventilatoren in je case zitten. En hoe die dan op elkaar gaan werken. Want stel dat er hier in mijn case een ventilator zit. En dan zet ik hier nog één. En die blazen constant tegen elkaar in de tegenovergestelde richting. Dan komt er serieus wat geluid. En dat willen we vermijden natuurlijk. Dus kijk gewoon eens van je case van oké, waar komt mijn moederbord en waar zit mijn ventilator. Oké, in mijn moederbord heb ik eigenlijk een ventilator die hier al vlak tegen zit, dus ik ga deze tweede niet installeren, ik ga enkel de eerste installeren. Dus wat deze eigenlijk gaat doen, is die gaat dus zorgen voor de luchtstroom die hier doorwaait en dan gaat de case fan gaat eigenlijk zorgen voor de uitlaat. Dus hier moet ik zorgen dat er langs deze kant wind binnenkomt en dan wordt deze zo uit de case gevoerd. Oké, dus als we willen dat de wind er zo doorgaat, het is altijd de bolle kant van de ventilator die eigenlijk de wind neemt. Dus als ik deze zo installeer, dan zal eigenlijk de wind zo trekken. Dus de wind gaat dan deze kant uit. Dus eigenlijk moeten we hem zo gaan installeren. Kijk ook een beetje waar de kabel zit en waar de aansluiting op je moederbord zit.
Dan kan je ook al een beetje gaan zien waar je hem, of hoe, liever, hoe je hem precies installeert. Oké, okay, dus onze ventilatoraansluiting zit aan deze kant, zit altijd dicht bij de CPU. Dus we gaan hem gewoon zo installeren eigenlijk. En dat doe je door twee van deze klemmen te gaan in installeren eigenlijk. Oké, okay, dus dit lijkt me goed en dit trekken we erover dan. Goed, dus dat zou eigenlijk het moeten zijn voor onze CPU-koeler. Die gaan we straks aansluiten op het moederbord. Maar dat doen we dus straks. Het RAM-geheugen, dat is een van de makkelijkste dingen om te installeren eigenlijk. Maar dat is wel iets waar je op moet letten, want je ziet, je hebt vier sloten eigenlijk voor het RAM. Maar het is niet zomaar gelijk waar je je twee RAM-latten installeert. Hier bovenaan zie je dat de bovenste DIM A1 is, daaronder is DIM A2, dan heb je DIM B1 en B2. En er staat ook meteen hierop welke je eerst moet gebruiken. Dus dat zie je ook van, oké, stel als je maar één hebt, dan gebruik je enkel de A2. Als je er twee hebt, dan gebruik je de B2 en de A2. En ja, als je er vier hebt, gebruik je ze allemaal. Dus je hebt uw RAM-latjes. Wat je doet is, je klikt deze open. En dan zie je dus hier een inkeping. Dus eigenlijk past hij er maar op één manier in. Dus wat je doet is, je neemt hem vast aan twee kanten. Je laat die erin glijden. En je duwt eigenlijk tot die automatisch wordt vastgeklikt. En dat is twee. Goed. Oké, dat was eigenlijk RAM zit erin. We gaan straks, voor we Windows installeren of zo, gaan we sowieso nog eens kijken in het moederbord. In het BIOS liever, om te gaan zien of alles goed geregistreerd wordt. En dan zien we meteen ook of onze RAM goed geïnstalleerd is. Oké, er is nog één iets dat we nu nog gaan installeren op het moederbord. Voordat we het moederbord gaan monteren in onze case. De grafische kaart doen we later dan ook alle bekabeling. En dat is onze M2 NVMe SSD. Iets wat je wel moet weten is, als je zoiets installeert, dan gaan de bepaalde SATA-poorten gaan niet meer werken eigenlijk. Dus waarschijnlijk, bij mij denk ik dat het 5 en 6 zijn. Als ze dan deze zijn, deze zou dan niet meer werken. Dus als ik straks mijn harde schijf aansluit, moet ik een van de SATA's kiezen die effectief wel nog actief is. En eigenlijk is het installeren van het ding heel gemakkelijk. Nu, zoals ik al zei, er zit een heel klein vijsje bij je moederbord. Echt een miniem vijsje, dus je zal wel moeten kijken voor een schroevendraaier die past. Oké, okay, wat je voor deze gaat doen, is je gaat eigenlijk schuin gaat vertrekken. Oké, okay, dus die zetten nu schuin in en dan laten we die rustig vallen. Die zal een beetje blijven hangen, maar dat is geen probleem, want nu gaan we dit vijsje gebruiken om hem vast te monteren. Oké, okay, fout! Leer uit mijn fout! Ik heb geprobeerd gewoon dit vijsje hier in te draaien, maar eigenlijk wat ik dan doe is de SSD gaan vervringen. Ik denk niet dat het een echt een probleem zal zijn, maar je hebt dus deze standoff nodig. Dus deze standoff zat gewoon eentje meer naar links in mijn moederbord. Dus deze monteer dan op de plaats waar je SSD gaat terechtkomen eigenlijk. Dan gaan we nu dus ons vijsje erop zetten. Dat was onze SSD, die hopelijk nog werkt. En dat was het eigenlijk. Dus nu gaan we kijken naar onze case en hoe we ons moederbord moeten gaan monteren. Oké, dus het eerste wat we doen is eigenlijk onze case klaarmaken om gaan te werken door gewoon de zijkanten eraf te halen. Goed, dus dat is al alvast de binnenkant van onze case. Oké, dus vijzen en kabelbinders en een soort van standoff. En dit zet ik gewoon meteen terug in de doos. Goed, we gaan eigenlijk vooral aan deze kant werken. Deze achterkant is vooral voor cable management. Dan kan je routers gaan aanleggen voor kabels. Maar voorlopig is dat niet echt van belang. Wat we wel gaan doen is hier ons I/O panel installeren voor ons moederbord. Dit is. Deze komt eigenlijk rond de aansluitingen van uw moederbord. Dus het is op zich wel belangrijk om te kijken als deze connectoren niet te veel naar rechts zitten, want anders kunnen ze in je poort gaan en ze kapot maken. Dus indien nodig, dan verschuif je gewoon, dan duw je ze een beetje meer naar de zijkant. En dan kan je eigenlijk gewoon je moederbord erbij nemen.
Dus dan kan je eens kijken van oké, past dit rond elke poort zonder dat er een van die connectoren in de poort hadden duwen ofzo. En het ziet er vrij goed uit. Dus wat we nu dan doen, en dat is eigenlijk vrijwel altijd een geprut, is om dit hier aan de zijkant van uw case te krijgen. Dus eigenlijk wat je gaat doen is, dit moet er natuurlijk zo in, dus dat de buitenkant de onderdruk te zien krijgt. Oké, dus zo gaan we onze moederbord in onze case gaan installeren. En er zijn opnieuw een paar dingen om op te letten. Want hier zie je verschillende van deze verhoogjes eigenlijk, standoffs. Het is vooral belangrijk dat er geen standoff zit waar je geen moed zit. Want anders kan die aan de onderkant van het moederbord kan die bijvoorbeeld krassen maken. En dan kan je zo heel je moederbord kapot maken. Dus we leggen gewoon onze moederbord ernaast. En we kijken waar dus er gaten zitten voor dus de standoffs. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké. In onze case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus het zou gewoon meteen moeten kloppen. Oké, dus dan kunnen we ons moederbord gaan installeren in onze case. Probeer hem deftig vast te nemen. Als je een deftige koeler hebt, dan kan je hem eigenlijk vastdoen aan de koeler. En dat gaat eigenlijk in een schuine hoek naar het I.O. panel. Goed, dus nu kijk je gewoon even of overal, als er in elk gaatje dus een standoff zit. Goed, dus dan nemen we onze accessoires die erbij zaten. En daar vinden we dus wijzen om het moederbord te bevestigen aan de standoffs. En opnieuw, als je niet zeker weet welke vijzen je nodig hebt, dan kijk je gewoon hier. Want bijvoorbeeld in de handleiding staat echt alles. Bijvoorbeeld, dan zie je welke vijzen er nodig zijn voor de harde schijven. Voor de SSD, dus die hebben we net gebruikt. En dan hebben we 6 zo'n vijfjes om het moederbord te bevestigen. Terwijl alles wat we gaan verdelen, dus niet meteen één vijf volledig vastgaan en dan pas de andere, kan ik gewoon het vijfje erin zetten en dan met de hand een beetje aandraaien. Goed, dus deze hoef je ook niet zo heel hard aan te spannen. Oké, goed, dus het moederbord zit vast. Goed, we gaan nu proberen van zoveel mogelijk kabels al aan te sluiten op het moederbord en RTFM uiteraard. Want hierin staat dus een volledig overzicht van alle connectoren en welke kabel daar precies op moet. Dus we hebben hier allemaal verschillende connectoren eigenlijk. Dus dan zie je meteen waar de USB moet, waar de powerknop moet van de case en zo. Oké, dus allereerst, we hebben eigenlijk al op deze al kunnen aansluiten trouwens. Dat is namelijk de CPU-koeler en die zit hier. Dus vlakbij CPU fan 1. Dus die gaan we meteen aansluiten. Je ziet, kan maar één kant op en dat is met deze naar beneden. Goed, CPU fan is geïnstalleerd. Oké, dus in onze case zitten er ook wel 3 ventilatoren. Hierheen, bovenaan en achteraan. Dus op ons moederbord hebben we verschillende sysfans, dus sysfan 4, sysfan 3, sysfan 1 zit daar. Dus deze ventilator verbinden gewoon met de sysfan 4. Oké, dus we hebben eigenlijk ook een sysfan helemaal onderaan. Dus dan zal ik gewoon deze kiezen, want die zit iets minder in het zicht. En normaal kom ik wel toe met kabel. Oké. In je case zitten er ook bepaalde kabels. Voor de USB 3 poort, voor de audio. Dus heb je hier ook audio poorten en zo. Dus al die kabels mag ik gaan vinden en dan op de juiste plaats verbinden met je moederbord. Terwijl je ook gewoon kijkt naar de beste routing. Dus bijvoorbeeld deze voor USB 3. Oké, klik is goed waarschijnlijk. Oké, de volgende is eigenlijk de HD Audio en die moet in een poort genaamd JAUD, dus J-Out 1. Die is bij mij hier links onderaan. En je zal zien dat er in die poort is er één pinnetje weg. En dus dan weet je hoe hij erin moet. Oké, het is blijkbaar een harde duw, maar het is al gelukt. Ik heb hier ook een kabel voor
een USB-C poort die op onze case zit, maar mijn moederbord heeft in feite geen aansluiting daarvoor. Dus deze USB-C poort op de case kan ik helaas niet gebruiken. En dan een andere die een beetje tricky is, is deze. Die eigenlijk bestaat uit meerdere. En wat je dus hebt, ik heb hier power switch, dus een power switch, de stroomknop, plus P-LED en min P-LED. Dus deze moeten we verbinden met de JFP1. JFP1 is hier. Maar hoe weet je welke connector op welk pinnetje moet? Wel, RTFM again. Dus in de handleiding vind je gewoon van oké, deze connector moet inderdaad op de JFP1. En dan zie je de power LED moet hier bovenaan. Dus dan heb je de plus en de min. En de power switch moet eigenlijk daarna. En die heeft ook een plus en een min. Goed. That's that. Volgende dat ik ga doen is onze ouderwetse hangerschijf installeren. Dus opnieuw, het zal afhangen van welke case je hebt, maar ik heb hier dus een harddrive cage. Dus deze kan ik gewoon gaan losdraaien. En in feite kan ik dan gewoon de hangerschijf hierin gaan installeren en dan kan ik die gewoon terug in mijn case gaan schuiven. Goed, dus harde schijf zit erin. Vrij easy, kan niet veel verkeerd mee doen. Dan kan deze weer hier op zijn plaats en kunnen we die weer gaan vastdraaien in de case. Dat is nog maar eigenlijk één iets om echt te gaan installeren en dat is de power supply. Dus die ligt nu daar, maar op zich kunnen we die oversteken, want we zijn grotendeels al alle taken waarvoor we echt statisch ontladen voor moesten zijn, hebben we op zich al gedaan. En daarvoor moeten we dus hier deze achterkant eraf draaien. En deze zit vast. Goed, en dat is dus een bracket. En die gaan we straks monteren op onze power supply. En die vleesjes zitten ook gewoon bij uw case. Onderaan hebben we hier wat ruimte. Dus ik ga eigenlijk de ventilator naar beneden gaan zetten. En dus eigenlijk schuiven dit ding erin. Als hij zo een beetje ongeveer erin zit, dan is eigenlijk het moment om te gaan kijken om dus dit te gaan monteren. Dus deze bracket zit nu vast aan de PSU. En nu kunnen we gewoon deze tegen de case gaan vastdraaien. En zoals ik al zei, het is een modulaire PSU. Dus wat dus wil zeggen dat we eigenlijk zelf nog moeten gaan kiezen welke kabels we gaan verbinden met de PSU. En die kabels vinden we uiteraard in de doos. Dus we hebben hier de ATX plug eigenlijk. En dat correspondeert met deze kabel. Ik zal die straks gewoon allemaal verbinden met onze power supply. Dus ik steek die gewoon eventjes hier door. De volgende dan is om uw CPU van stroom te voorzien. Dus dit is onze kabel voor de CPU. Het is altijd handig als het erop staat. Is helaas niet bij alle kabels zo. Die moet helemaal linksboven, wat dat voor mij vrij lastig wordt. Dus ik probeer deze gewoon even erin te rammen. Oké, next up kunnen we kijken naar een van de andere, ja, een van de leukste onderdelen eigenlijk van een PC, namelijk de grafische kaart, of van een gaming PC althans. En nog niet om te monteren helaas, maar wel om te kijken welke stroomaansluiting we nodig hebben erop. Dus dit is hier onze stroomaansluiting van onze grafische kaart. Dus we moeten ervoor zorgen dat we die kabel alvast klaarleggen. Dus deze kabel gaan we nodig hebben om onze grafische kaart aan te sluiten. Dus deze komt op de grafische kaart en deze, nee, sorry, deze, komt dan in onze power supply. Goed, en dan eigenlijk laatste is de SATA. Dus er zitten eigenlijk verschillende SATA-kabels bij. Het hangt er ook vanaf hoeveel connectoren ze hebben. Deze heeft 1, 2, 3, 4 SATA-aansluitingen, wat dan eigenlijk veel te veel is. We hebben er twee nodig. Eén voor onze harde schijf en één voor onze RGB-verlichting. Dus deze kabel neem ik alvast niet. Weet je wat, ik ga toch deze nemen, want deze is iets dunner en zo. Dus zal iets makkelijker om weg te werken zijn. Goed, ik weet niet hoe we het allemaal zo snel doen op YouTube, maar ik ben echt uren mee bezig geweest enkel om de kabels, de stroomkabels, te gaan installeren eigenlijk. Vergeet niet dat bij de case zit er ook nog een SATA connector. En dat is eigenlijk voor de RGB-verlichting, dus die moet je ook aansluiten. Dus.
En voor de rest, ik moet nog één iets doen en dat is een SATA-kabel verbinden met mijn harde schijf, met mijn moederbord. Waarbij dat niet mag vergeten, dat is SATA 1 en 2 zijn uitgeschakeld. SATA 5 en 6 zijn uitgeschakeld, omwille van ons M2 NVMe-slot. Dus wat dat is, we zeggen dat we onze harde schijf gaan moeten verbinden met bijvoorbeeld SATA 1 of SATA 2, maakt het feiten niet heel veel uit. Dus je neemt gewoon de SATA-kabel, is een van de makkelijkste aansluitingen. Want het is zo duidelijk hoe hij erin moet. Goed, bon. Oké, alvorens dat we alles gaan dichtdoen en de kabels hebben, kunnen we eigenlijk eerst kijken of hij werkt. Dus Le Moment Supreme, ik neem er even een monitor bij en dan gaan we testen. Super spannend moment, ik heb hier een monitor, een toetsenbord. Ik heb die allemaal aan dit gekoppeld. We zetten de stroom aan. Oh. Please work. Als dit niet werkt, dan ga ik huilen op YouTube. Allee Mie, kom aan. Oh. Geen paniek. Geen paniek. Oh, dammit. Uit. Oké, die gaat dus effectief niet uit. Oké, ik ben effectief niet uit, anders zal ik echt moeten... Oh my god. Oeh. Pijnlijk. Niet. Damn. Oké, ik heb mogelijk een oorzaak. En dat is omdat een Ryzen chip eigenlijk geen onboard video heeft. Dus zou kunnen verklaren waarom we geen enkel beeld op onze monitor krijgen. Dus we gaan toch nu gewoon meteen de grafische kaart installeren. Die dat verbinden met de monitor en dan kijken of we wel beeld krijgen. De twee sloten hier, die moeten weg. Oké, doe verdeel het gewicht. Dus duw het gelijktijdig in. En nu kunnen we dus zo'n vijsje nemen en hier de grafische kaart opzetten. Dammit! Er is echt niet veel aan. En het is alleen van de grafische kaart. Alleen hebben we uiteraard al stroom nodig. Goed, wat betekent dat we dus een nieuwe test kunnen doen. Deze keer door de monitor te verbinden aan de grafische kaart. Goed, tweede poging. Please work. Nope. Ook niet. Oké, mensen, dit ga je nooit geloven, of net wel. De reden waarom ik geen beeld kreeg, was omdat de stroomkabel van de CPU niet was aangesloten. Dus die lag gewoon aan de buitenkant van de case. Was niet aangesloten op de PSU, dus de CPU kon gewoon nooit in werking treden. Nu hebben we al dit, dus dat is al goed. Je ziet dat tenminste dat het een AMD Ryzen 7 3700X is. Hier zie je eigenlijk alles, hè. Dus memory 32 GB is goed. CPU AMD Ryzen. Oké, moederbord. Allemaal goed. Onze M2 NVMe van 2 TB wordt ook al herkend. Ventilatoren. Goed, ik heb hier een USB met Windows op, dus die steken we in ons systeem. En dat is eigenlijk de bedoeling van nu te starten. Goed, we willen booten vanaf de USB. Het leven is mooi, want ondertussen zijn we Windows aan het installeren op onze PC. Ik ga straks activeren als dat goed is. En alles ziet er goed uit, dus nu is het enkel nog een kwestie van Windows installeren, veel dozen opruimen en that's it. Playtime. Beetje slecht cable management gedaan hier, want hier heb ik dus meerdere kabels die over elkaar lopen, waardoor dus dit te dik is om mijn cover erop te doen. Dus ik ben nu een beetje creatief een oplossing aan het zoeken, want ik heb echt geen zin om de kabels moeten loskoppelen gewoon. Om ze dan naast elkaar te kunnen leggen. Maar als jij het doet, dan zorg gewoon dat al die kabels mooi naast elkaar lopen en niet over elkaar. Want anders krijg je case niet dicht. Ik kan eigenlijk twee keer een bluescreen of dit, waar ik niet meer voorbij geraakte. Dus ik heb twee keer Windows opnieuw moeten installeren. Wat ik dan meteen heb gedaan, was wel de chipset drivers geïnstalleerd. De GPU drivers geïnstalleerd. En niet gewoon via Windows Update. Maar echt via de site van Nvidia. En via de site van AMD en zo. Dat ik toch al had gelezen dat dat echt wel een verschil maakt. Dus dat heb ik gedaan. En tot nu toe, houd vasthouden, maar tot nu toe heeft het blijkbaar wel geholpen. Je draait nog altijd stabiel. En het is de mooiste gaming PC die ik ooit heb gezien. So good. Look at it.
Wat zou ik anders doen als ik het opnieuw kon doen? Een hele goede vraag. Ik zou de CPU aansluiten op de stroom. Dat had mij een grote hartverzakking gespaard. Wat ik ook had gedaan was meteen de juiste versie van Windows geïnstalleerd. Ik had Windows 10 Home geïnstalleerd, terwijl ik Windows 10 Pro had. En er is blijkbaar nu, echt sinds gisteren of zo, een probleem met Windows waarbij je niet meer automatisch kan upgraden. Dus dat moet nog verholpen worden via een Windows Update. Maar ik heb dus gewoon sowieso Windows opnieuw moeten installeren. Dus heb ik meteen de goede versie geïnstalleerd. Wat ik ook had gedaan, dat ik iedereen aanhaald, is om niet alleen de updates te doen via Windows Update. Maar ook echt om te gaan kijken van oké, ik ga mijn chipset updates doen. Mijn update van mijn grafische kaart, van mijn moederbord. En dat gewoon doen via de officiële website. En wat je ook altijd kan doen is dan tooltjes installeren zoals Spicky. En dan gaan we info, dan zie je meteen al je onderdelen. Je ziet ook meteen of alles goed werkt, want dan zie je de temperatuur van elk onderdeel. Wat ik ook heb gedaan is via userbenchmarks.com, denk ik, kan je gewoon heel eenvoudig een benchmark laten doen van je pc. En dan zie je meteen dat als er iets, als een onderdeel presteert onder verwachtingen, dan kan je kijken van oké, wat ligt dat dan precies? Vaak heeft dat te maken met de drivers die je dus ontbreekt, de juiste drivers die je niet hebt. En dat kan echt wel een heel verschil maken. Dan weet je meteen of al je componenten aan hun maximale capaciteit werken. En dat is wel de bedoeling als je ervoor betaalt. Goed, bedankt voor het kijken en hopelijk heb je ook iets bijgeleerd. Als je zelf jouw pc gaat bouwen, deel het zeker in de comments. Ik ben heel benieuwd naar wat je hebt gebouwd of wat je gaat bouwen. En of je eventueel nog tips hebt, want het kan altijd beter zoals je hebt gezien. Ik ga nog even wat games klaarzetten om te downloaden vannacht. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende video of op gamerverse.be.